Als auteur Theo Thijssen nog geleefd had, dan was hij afgelopen week einde 122 jaar geworden. Dan had hij ons kunnen uitleggen hoe de zwembadpas er precies uit heeft gezien. Zijn geesteskind, Kees de Jonge, bezigde deze manier van lopen als hij naar het zwembad liep. Een geluk in het leven noemde Kees de pas, omdat hij daarmee veranderde van een onbeduidende jongen in iemand die opeens werd nagekeken op straat. Afgelopen zaterdag stortte heel Literair Nederland zich op de zwembadpas en het werd een groot succes met veel humor en zwembadpaswedstrijden. Absoluut. Het is dé literaire beweging, zeg maar. De zwembadpas is een rare manier van lopen. Die wordt beoefend door romanheld Kees in Theo Thijssen's beroemde roman Kees de Jongen. Tenminste, zo doe ik hem. Maar we hebben hier een reeks van lezingen gehad waarin onder meer de vraag wordt gesteld of het nou zo moet. Of toch eigenlijk meer zo. Dat hebben we laten belichten vanuit de sportgeschiedenis. Want Kees in de roman leert het van een vriendje die in een gymnastiekvereniging zit. Dus een sporthistoricus heeft erover gehad van... Had je nou zo rond 1890 inderdaad turnoefeningen of atletiekoefeningen die ongeveer zo uitzagen? En we hebben een heuse bewegingswetenschapper ingehuurd, Piet van Wieringen. Die heeft uitgetest hoe efficiënt onze loopmanier die zwembadpas in de verschillende varianten nu eigenlijk is. Dit zijn de resultaten van het onderzoekje naar de efficiëntie van de zwembadpas. Dus hoeveel energie kost die om vergeleken met andere manieren voor te bewegen? Zoals je hebt lopen, gewoon wandelen of rennen, ook wel joggen. De zwembadpas 1 en 2 zijn dus twee varianten. De zwembadpas 1 die gaat zo, dat je dus, en dat noemen we de sagittalisten, die bewegen in het sagittale vlak. En dan heb je deze variant, denominatie, en die doen hem zo. En dat zijn de transversalisten, die doen het in het transversale vlak. Qua energie maakt het weinig uit. Deze is iets zwaarder naar het subjectieve gevoel. Dus je zou zeggen, nou, dan lag die misschien iets meer voor de hand. Maar ook deze, ze zijn allebei al zo ontzettend energetisch zwaar. En bovendien kregen allebei de jongens pijn in hun rug en veel volwassenen. Dus het is een hele rottige stap eigenlijk. Rottige pas. Maar die wel heel leuk uitziet. Maar misschien literair handiger is dan echt beoefenen. Tenzij als je af wil vallen, je denkt ik wil nou dat Vondelpark gaan bewegen om af te vallen. Dan is die ontzettend handig. Want je raakt enorm veel energie kwijt. Dat was de eerste. Ja. Ik ben toen rijkelijk beloond, want wij hebben toen met die Kees de Jonge voorstelling hebben we allebei de Louis Bouwmeesterprijs gewonnen, de beste acteursprijs. Dus wij hebben onze prijs al binnen, hoe vandaag niet meer. De jury was unaniem in haar oordeel. De beste zwembadpas is hier op het podium gedemonstreerd door Joep de Bond. Joepje blonk uit in stijl, in talent, in energie en kortom in oorspronkelijkheid. Eigenlijk gaat het er natuurlijk vooral om dat die zwembadpas voor Kees in die roman een soort metafoor is, een soort voorbeeld van hoe Kees voortdurend die hele roman door probeert ontdekt te worden als bijzondere jongen. Hoe normaal en onbeduidend je in het dagelijks leven ook mag lijken. Iedereen heeft wel die dromen van dat de buitenwereld er toch achter zou komen dat je niet zomaar iemand bent. Ik ben ook eigenlijk wel een beetje Kees de Jonge gebleven. Want ik heb dus ook nog altijd iets van, ik kom nog in Hollywood en ik word nog wereldberoemd en ik denk ook dat het allemaal nog gaat gebeuren. Kijk, en daar gaat Matthijs van Utrecht, ja. Hey! Nog een ronde gooien ze er tegenaan. Is dit ook enorme flauwekul allemaal?
Het hele leven is enorme flauwekul. Het hele leven is flauwekul. Doe nog maar een ronde. Ik vind het nog wel een vrij serieuze aangelegenheid eigenlijk. En doordat het zo serieus is, is het eigenlijk heel leuk. Eigenlijk alles wat serieus is, kan ook heel ontzettend leuk zijn. Er zit humor in. Humor is niet alleen maar bij voorbaat dat je grappen maakt. Of dat dingen grappig worden gebracht. Humor zit hem ook vooral juist in het... Kijk die mevrouw nou toch. Het is de bijvangerbeweging. Daar komen ze aan. Hoor, ja, die benen zijn ook mooi. Ik vind het geweldig. Het is nummer 4 weer. Ik vind het ontroerend. En dat was Kees natuurlijk ook vooral ontroerend. Dit de finalisten zijn. Daar komen ze aan als eerste gast. Daar dagje zwembadpas in Amsterdam. En tot zover Studio NL. Karin Dauma ontvangt morgen sportfilosoof Johan Steenbergen. En die vraagt zich af waarom men zo krampachtig vasthoudt aan een verbod op doping. En hij pleit er dan ook voor om dat verbod op te heffen. Prettige avond nog en graag tot morgen.